Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 16 juni. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar de nieuwe weekvlog. Ik heb het geheugenkaartje van mijn camera per ongeluk gesloopt. Dus ik film even met mijn telefoon, want ik moet een nieuwe kopen. Want hij zit dus nu op slot en ik kan niet meer bij mijn bestanden. Hij is fijn. Dus ik ga straks even kijken dat ik een nieuwe kan bestellen. Hopelijk is hij er dan morgen. Dan kan ik gewoon weer met mijn... met mijn camera filmen, maar voor nu is het kaartje dus kapot. Ik voel me echt een heel slecht persoon, want ik kwam net op en ik doe de keukendeur open en ik zie dus dat muis daar zit. En ik heb dus muis per ongeluk in de keuken opgesloten gisteren, wat ik dus uiteraard niet gemerkt heb. En ze ligt daar gewoon heel lief op de mat en ik pak haar natuurlijk direct op om haar te knuffelen. Maar ik voelde me zo'n slecht persoon, jongens, echt niet normaal. Ze wilde ook echt wel knuffelen. Dus ik hoop eigenlijk dat ze zometeen lekker water gaat drinken en ook eventjes brokjes gaat eten. Maar ze zit nu hier op de bank. Ja, je zat opgesloten. Oh, kijk, mijn hand zit er nou voor. Je zat opgesloten, hè? Ja, niet leuk. Dus ik hoop, het gaat verder allemaal goed met muizen, maar ik voel me echt wel een heel slecht mens nu. Ik heb gisteravond gestalkt teruggekeken, maar die kende ik al. Die stond me nog vrij vers op het geheugen. Dus ik heb ondertussen maar Animal Crossing gespeeld. Shownieuws gekeken. Foto's zijn bewerkt, de vlog is af. Dus dat is allemaal top. En nu ga ik zo meteen even aan de schoonmaak. Ik heb uiteraard ook nog naar de Bold Type gekeken. En ook nog eventjes naar... Follow the Soa, de laatste aflevering. Ik ben nu een beetje van me apropos omdat het kaartje van die camera kapot is. En ja, ik hoop dus nu dat ik mijn bestanden er nog af ga krijgen. Want mijn video van zaterdag staat er ook op. Dus dat zou wel mooi zijn. Hij las hem op de computer nog wel. Alleen hij leest hem dus niet meer in de camera. Dus ik hoop dat dat nog wel eventjes lukt. Maar ik heb een pakketje binnengekregen. Ik zal hem even uitpakken en dan zal ik even vertellen wat erin zit. Natalie is zondag jarig en wij gaan daarheen. Uiteraard coronaproof met het juiste aantal mensen. En ik ga morgen naar de Action om cadeautjes voor haar te kopen. Maar ik zag een cadeautje en ik wilde gewoon dit voor haar kopen voor haar verjaardag. En dat is deze mok van Animal Crossing. Dus die krijgt ze sowieso. Ik ga er dan nog cadeautjes bij halen bij de Action. Maar deze vond ik zo fantastisch. Ik denk, ja, die moet ze gewoon hebben. Alle beestjes staan erop. Ik vond hem echt te leuk. Dus die heb ik voor haar besteld. Dus die is al binnengekomen. Was wel even spannend, want het was met de post. En je bent toch altijd bang of het goed aankomt. Maar hij is goed aangekomen. Dus die gaat ze voor haar verjaardag krijgen. Ik ben heel erg benieuwd naar haar reactie. Ik ga nu even schoonmaken. Ik ga even kijken of ik jullie erbij kan zetten met filmen. Dus dat zullen we even zien. Het zal niet zo uitgebreid zijn als normaal. Maar ik ga jullie wel even proberen erbij te zetten. Dus tijd om even wat te gaan doen. Lekker klaar. Ik heb even gebullet journaled. Nou, zoals je hebt kunnen zien, ik kan je er nu niet echt makkelijk bij zetten met filmen. Dus ik heb even geprobeerd hoe en wat. Maar het goede nieuws is dat het kaartje nog wel uitgelezen kon worden op de computer. Dus ik heb de bestanden er wel afgekregen. Wat foto's en ook voor mijn video van zaterdag. Die hoeft niet opnieuw opgenomen te worden. Het slechte nieuws is dat normaal zit er aan de zijkant een schuifje. En die is er dus af. Waardoor die dus niet meer... kan ontlokken. En kijk, dit is het resultaat. Hij is gewoon helemaal opengebarsten. Dus dit middelstuk lag er dus uit. Dus eigenlijk dit gedeelte die in de kaart gaat, dat wordt, ja, omdat dat schuifje dus op
locked staat, wil hij dus niet meer in de kamer. Maar ik heb inmiddels een nieuwe besteld. Dus ik hoop dat hij er morgen of vrijdag is. Dan even terugkomend op die nagellak van Kruidvat. Ik was over de andere kleuren heel enthousiast. Maar over de zwarte kleur eigenlijk een stuk minder. Want die chipt heel snel. Ik heb hem nou al een paar keer bij moeten werken. Ik laat het er morgen nog even op zitten. Maar dan gaat het eraf. Want ik ben er helemaal klaar mee. Want hij chipt elke keer. Dus deze kleur vind ik geen succes. Heel raar. Het is dezelfde lijn. Maar toch een andere formule lijkt het. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik heb het nu ook echt. Ik had het nu wel wat zwaarder met schoonmaken. Maar het is nu natuurlijk ook een stuk warmer. Ik ga vanavond Steenrijkstraat Arm kijken. En daarna Shownieuws. Dan ga ik mijn blogbericht schrijven. En eventjes de vlog inplannen. En ook even een thumbnail maken. Ik weet eigenlijk nog niet wat ik voor videolandserie ga kijken. Want Follow the Soa is afgelopen. Dus ik moet even gaan kijken wat voor serie ik wil gaan zien. Maar ik ga wel weer kijken naar de Bold Type. Dus dat wordt verder mijn avond. Dus niet heel bijzonder. Ja, ik baal gewoon een beetje. Het is vandaag gewoon niet helemaal mijn dag, heb ik gemerkt. Maar goed, als dat kaartje maar weer in orde is, maar weer een nieuwe heb, dan kan ik in ieder geval weer filmen met mijn camera. Dat zou een stuk fijner zijn. En dan, ja, hopen we dat morgen een betere dag wordt. Nog even een dagje doorbijten met het warme weer en dan wordt het lekker iets koeler. En ik ben er wel aan toe. Ik zou bij deze dan ook zeggen, ik zie jullie morgen weer, want ik ga niks meer doen. Dus ja, tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 17 juni. Welkom in de bloedhitte, want hoeveel graden is het? Het is letterlijk 29 graden. Ik snak zo naar die regen. Het is zo bloedheet. Ik heb gewoon even gedoucht. Ik had gesport. Ik werd vanochtend al een keer heel vroeg wakker, badend in het zweet. Het bed was helemaal nat van het zweet. Gewoon echt de onderkant van mijn haar was zeiknat door al dat zweten. Ik dacht, nou, ik heb op een gegeven moment gesport. Ik denk, ik moet nu een douche nemen, want ik kan zo niet straks naar de winkel. Want ik moet straks naar de Action toe cadeautjes halen voor Nathalie. En ik moet boodschappen doen. Ik denk, ik kan zo de deur niet uit, dus ik heb even gedoucht. Misschien heb je het gemerkt, ik film weer met de camera. Want ja, het kaartje was al aangekomen. Hoe fijn. Ik had trouwens besteld bij Datio. Als ik het goed zeg. Dit is echt een hele goedkope store. Want ik heb voor dit kaartje €10,90 betaald. Je kon ook gratis verzendkosten. Maar ik heb wel verzendkosten van €2 betaald. Zodat ik gewoon wist dat hij er binnen 1 à 2 dagen was. Anders duurde het 3 tot 4 dagen. En dat zag ik niet zo zitten. Dus in totaal was ik €12,89 kwijt. Maar hun hebben echt hele goedkope kaartjes. Dit is trouwens niet gesponsord. Want ik heb hem gewoon zelf betaald. Maar oh, zo fijn is dat weer. Daar kan ik wel weer zo blij om worden. Dus dat vond ik echt een groot pluspunt. Dus ja, als ik vaker een kaartje nodig heb, ga ik zeker wel vaker daar kijken. Want het scheelt zoveel geld met andere winkels. Eventjes een update over mijn moeder. Die is naar het ziekenhuis geweest en ze hoeft gelukkig niet geopereerd te worden. De breukjes die gaan zelf dicht. Of zelf dicht. Die gaan zelf weer aan elkaar helen. Ze moet over 3 weken terug, maar ze moet gewoon de komende 3 weken nog wel rustig aan doen. Dus ja, dan gaan ze kijken wat ze eventueel mag. Dat ze misschien eventueel weer een beetje door huis kan waggelen. Maar voorlopig zit het er nog niet in dat ze weer kan werken. En ik had ze even gebeld. Ik denk, ja, dat is makkelijker als op de app. En toen hoorde ik Lent ook al op de achtergrond. Ik weet niet of ze mijn stem herkent, maar vanavond gaan we nog even video bellen. Dus nou, dat was in ieder geval positief nieuws. Ik heb gisteravond Steenrijkstraat Arm gekeken, maar was helaas ook alweer een herhaling. Dus ja, we zitten echt alweer in de herhaling flow. Kijk eens even hoe lelijk die nagellak alweer is. Ik heb hier alweer chips en ik heb overal alweer chips. Dus ik vind die zwarte kleur echt slecht, maar dat had ik gisteren natuurlijk ook al verteld. Ja, daarna heb ik de Shownieuws gekeken. Toen heb ik mijn artikel geschreven. Daar moest ik ook nog een nieuw fotootje voor maken. Dat had ik gedaan. Toen ben ik mijn thumbnail gaan maken. Toen ben ik de Bold Type gaan kijken. En daarna heb ik Papa Dag gekeken op Videoland. Ik was een beetje op zoek naar een nieuwe serie. En toen kwam ik deze tegen. En het gaat eigenlijk over vaders die dan een dag in de week op hun kindjes moeten passen. Maar was op zich wel een hele grappige serie. Hij is oorspronkelijk van de NPO. Ja, waarschijnlijk heeft Videoland nu die rechten om dat ook uit te zenden. Maar was wel een leuke serie.
Ik ga nu even gauw stofzuigen en even wat inscannen en doormailen. En dan ga ik daarna nog even de video opnemen van de boeken. Want ik weet niet wanneer ik het anders moet doen. Die komt natuurlijk pas eind juni online. Maar goed, dan staat hij gewoon in ieder geval er vast op. En ik hoef 4:15 pas weg. Dus ja, ik heb wel even een fles water koud gezet. Dat was een tip van Natalie. Van neem even water mee, zet hem even in de koelkast. Want ja, je gaat zo een klap voor je kop krijgen als jij die action uitkomt. Dan heb je wel even wat vocht nodig. Dus dat moet ik even doen. En ik zou voor haar even bij Kruidvat kijken voor een Vaderdag cadeautje. Want het is zondag natuurlijk Vaderdag. En ze had wat gezien. En dat had ze nog niet kunnen krijgen. Dus ze vroeg of ik even wou kijken. Dus dat. Dus ik ga nou eventjes de stofzuiger doorheen trekken. En dan ga ik even naar de zolder om in te scannen. En even de flessen bij elkaar te rapen. Dan is dat klaar. En dan ga ik eventjes de video nog opnemen. Dus dat. De video staat erop. Ik ben helemaal klaar. Ik ga even mijn slippers aantrekken naar de wc, want dan ga ik zo weg. En ik heb naast nog even geholpen met foto's, maar dat was nog niet helemaal gelukt. En ik had geen tijd meer om er verder naar te kijken. Dus ik ga de camera wegleggen en naar de wc. Dan zie ik jullie weer als ik thuis ben. Dus ik ga even de ramen en zo sluiten. Zo, ik ben inmiddels weer thuis. Ik laat jullie morgen even de boodschappen zien, want het is al best wel laat. En ik wil nu gewoon even heel snel onder de douche springen. Dan ga ik nog even video bellen met mijn moeder Natalie en Lente. Dan ga ik ook eten maken, want het is al 6:10. Ik ben wel goed geslaagd, maar ik vertel er morgen wel even wat meer over. Dan ga ik straks eten en dan ga ik even goede tijden kijken en daarna ook klaar zitten voor Nederland. Verder moet ik ook de foto's nog bewerken en eventjes... nee, dat is het eigenlijk. En even een beetje de spullen opruimen. Dus nou, dat volgt dan even morgen en dan ga ik... later vanavond even de Boltype kijken en ook nog Zonnestad. Dus nu even een korte afsluiting, want ik snak nu heel erg naar een douche, want ik ben echt heel erg bezweet. Ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 18 juni. Ik ben klaargemaakt en het is nog steeds warm helaas, want het is nog steeds 25 graden buiten. Het is natuurlijk wel wat afgekoeld dan gisteren en woensdag. Maar de buien die blijven nog een beetje uit. Ik geloof wel dat het heel ietsjes heeft geregend, maar dat kon je niet echt een bui noemen. Maar ik zag net in de weerapp dat het vanaf 4:00 vanmiddag wel flink kan gaan regenen. Dus ik hoop erop, want ik ben eraan toe. Ik heb gisteren natuurlijk naar Oranje gekeken. En oh, ik heb ervan genoten. Ik vind het echt leuk. Volgens mij heb ik een smerige bril. Ja, een beetje. Die ga ik eerst even schoonmaken en dan kom ik bij jullie terug. Ja, ik merk toch wel dat ik wel een beetje de oranje koorts voel. Ik vind het gewoon heel gezellig, de sfeer die er hangt. En je hoort buiten toeters voordat de wedstrijd begint. Nou, het was ook nog een hele mooie wedstrijd, want we hebben weer gewonnen. Yes. En dan gaat er een doelpunt, zeg maar, het goal in. En dan hoor je buiten die toeters afgaan. Ja, ik vind dat toch wel heel gezellig. Ik heb wel echt genoten van deze wedstrijd. Ik heb ook nog even Animal Crossing gespeeld. En ik heb me eigenlijk even verwijderd. Maar het is wel troep hoor, dat is zwart. Dat moet ik altijd wel zeggen. Dus ja. Ik heb ook even nog met mijn moeder en Natalie gebeld. En Lente natuurlijk. Natalie heb ik niet heel veel gesproken. Want die was ondertussen ook even wat dingen aan het doen. We waren net klaar met eten. Lente die had af en toe nog even een stukje frikandel. Die zat alweer na me te lachen en te brabbelen. Dat was heel erg leuk. Die zat zelfs ook nog een stukje van de wedstrijd te kijken. Want ja, het is veel te warm om te slapen natuurlijk. Dus die lieverd mocht ook een heel klein stukje zien. Ze zat 's middags heel veel geslapen. En slapen is nu gewoon heel warm. Want ze sliepen bij mijn moeder. En daar is het boven ook niet te doen. Dus dat was echt super schattig. Ik heb verder eventjes de foto's bewerkt. Oh ja, ik moet nog even twee nieuwe maken. Chips. Oh, dat geeft niet. Nog tijd genoeg. Die waren onscherp. En de Boltype gekeken in de Zonnestad. En dat was ook wel weer heel spannend. Dus ik heb er wel weer van genoten. En ik was ook best wel moe. Ik ben ook in een nieuw boek begonnen. Heel leuk boek ook. Maar ik merkte wel dat het best wel veel energie had gekost gistermiddag. Ik was natuurlijk naar de action geweest. En dat was verder eigenlijk helemaal goed. Ik ben goed geslaagd, ook voor de cadeautjes wel, denk ik. Ik ben altijd een beetje onzeker, maar eigenlijk vinden ze het altijd wel hartstikke leuk wat ik geef. Maar het was wel wat drukker. Ik moest eigenlijk ook kattengrit hebben, dus ik heb me gevraagd of mijn vader dat even wil halen. Ik hou altijd kattengrit bij de welkoop, alleen
Er zijn hier allemaal omleidingen en Welkoop die zit niet meer hier in het dorpje waar ik woon. Die is verplaatst. En vanaf de Action was dat toch nog 20 minuten rijden. En dat gingen we qua tijd allemaal net niet redden. Omdat ik voor Nathalie nog eventjes naar het Kruidvat zou gaan om te kijken voor een cadeautje voor Vaderdag. Maar dat hadden ze helaas niet. Maar goed, dus ze ging zelf nog wel even wat verzinnen. Dus ja. Maar verder, het boodschappen doen was op zich wel rustig. Maar ja, ik was gewoon helemaal oververhit toen ik thuis kwam. En ik had wel mijn water mee. Maar ja, dat wordt op een gegeven moment lauw. Dus dat is ook minder. Ik ga eventjes jullie nog de overige boodschapjes laten zien die ik nog heb. Ik heb al wel mijn groenten. Ik had broccoli gekocht en boontjes. Die heb ik al in de koelkast. Voor het vriezer gedeelte had ik rostirondjes, aardappelschijfjes en patat. Dat zit er al in. En qua vlees had ik even spekjes, slavinken en kipfilet gekocht. Maar goed, dat heb ik natuurlijk allemaal al opgeruimd. Ik had ook frietsaus gekocht, maar die heb ik al in gebruik genomen. Maar dat ga ik jullie nog even laten zien. Ik ga officieel maandag pas de shoplog opnemen van de Action. Alleen dat betekent dat ik maandag niet alle spullen meer heb. Dus ik ga zometeen al wel vast een klein deeltje opnemen om die spullen te laten zien. Zodat ze wel in die shoplog zitten. Maar dan kan de rest kan ik dan verder gewoon maandag de hele video doen. Dit zijn dan alleen eventjes de dingetjes die ik dan maandag niet meer heb. En dan ga ik de cadeautjes inpakken en even bullet journalen. En als ik de cadeautjes ga inpakken, ga ik jullie even het cadeautje laten zien en wat ik allemaal in moet pakken. En dan ga ik jullie dan even bijzetten. Maar ik ga nu eerst eventjes de boodschapjes pakken die ik nog heb staan. Dan kan ik die even aan jullie laten zien. Zo, ik ga even wat naar achter. Want ik heb nog steeds geen goede plek. Ik was bij de Action vergeten inpakpapier te kopen. Dat had ik wel nodig. Dus ik ben nog even heel gauw naar de Zeeman gelopen voor inpakpapier. Het was heel grappig. Want ik liep met al die inpakrollen in mijn armen. Toen was er zo'n oudere man die zegt tegen mij, ga je boeken kaften? Ik zeg, nee, cadeautjes inpakken. Hij zegt, oh, dat is nog leuk. Ik zeg, ja, zeker. Maar ik heb allereerst een Disney-rol gekocht. Ik dacht eigenlijk dat Minnie en Mickey erop stonden, maar het is Frozen. Nou ja, goed. Weet je, ook een beetje voor lente. Het maakt lente toch geen fluit uit. Ik vind het alleen wel een beetje jammer dat Olaf er niet op staat. Maar Elsa, of hoe heet ze? Is het Elsa? En volgens, oh ja, volgens mij Elsa en de zus staan erop. Nou ja, goed. Die heb ik even gehaald en nog even drie rollen. Ik had er drie. Er zitten er dan twee in, maar er zit niet heel veel inpakpapier op. Allereerst een rol met deze. Met stipjes en op die andere staat dan ook echt Happy Birthday volgens mij en zo. Dan heb ik deze rol. Met streepjes en een soort van bloemetjes of zo. En nog deze rol. En deze rollen die zijn een euro per stuk. En die van Frozen kost volgens mij 99 cent. Ik pak even mijn telefoon erbij. Ze had even een vraag over een spelletje, dus ik ben het even aan het beantwoorden. Maar ik moest even het spraakbericht afluisteren, maar ik snap niet helemaal wat ze bedoelt. Ik moet zo even nakijken. Maar dat was in ieder geval even het inpakpapier. Nou, bij de Lidl had ik even aanstekers meegenomen, want ja, die had ik weer nodig. Maar ze gaat inmiddels in de tas. Dan had ik nog een setje compleet van oranje. Ik heb nu het andere shirt genomen met gewoon actie voorop. En dan daar ook bijpassend de legging bij. Dus die heb ik dan nog even meegenomen. Ik snap eigenlijk wat ze bedoelt. Het gaat over heden en dan heb je zo'n stad en ze had van die groene dingetjes nodig. En ze vroeg zich af hoe je die kreeg. Nou, dan heb ik nog chocomel gekocht. En ook even melk. En ik heb het nu bij de Plus gehaald. En bij Lidl hadden ze alleen maar halfvolle melk. En ik vind in mijn cappuccino gewoon volle melk lekkerder. Dan heb ik even een zakje met dropjes gehaald. En ik zal straks even zien wat ik daarmee ga laten zien wat ik daarmee ga doen. Want daar zit dus een reeksachter. Voor Frank heb ik eventjes twee Texels blond biertjes meegenomen. Ik vind het een beetje naar om met lege handen te verschijnen. Ik weet voor hem toch niet wat ik kopen moet. Dus voor hem maar even twee Texelse biertjes. Die zal ik ook even leuk inpakken. Dus die nog. En dan moet ik even kijken. Want ik had nog... voor lente wat gehaald. Zeg ik hier. Oh ja, ook nog wat voor Nathalie trouwens. Hier zitten nog twee dingen van de Action in.
Kijk, voor lente heb ik een leesboek van Dikkie Dik, Kleine Vriendjes. Lente vindt voorlezen heel erg leuk. Er staan 3 verhaaltjes in. Het kleine poesje, het eentje en het kleine hondje. Ze kunnen Nathalie en Frank weer lekker voorlezen aan lente. Ja, ik vind het dan toch leuk om wat voor lente ook te doen. Kijk, het is wel een heel mooi boek met hele mooie prenten als ik het zo zie. En ook leuk, want als hij straks zelf kan lezen, is dit wel een heel makkelijk boekje om te lezen. Even kijken naar het kleine poesje dan. Oh, kijk, hoe schattig. Dus die. En daar krijgen ze dan ook George bij, van die Peppa. Dit is dan George. Die krijgen ze er ook bij, want ik had eigenlijk Peppa. Maar die moest ik ruilen voor George, want ze had dus Peppa al gekregen van mijn moeder. Dan heb ik hier voor Nathalie nog... dat laat ik straks wel eventjes zien bij de cadeautjes, want het hoort bij de cadeautjes. Dus dit was alles even. Ik ga dit even opruimen en dan ga ik even stofzuigen. Zorg ik eerst even dat dat dingetje van de video erop komen en dan ga ik de boel maar eens eventjes inpakken. Ik had trouwens nog even de soft scrub weer gehaald bij het kruid, want die van mij was bijna op. En ik vind deze gewoon heel erg fijn onder de douche, dus die heb ik wel eventjes nog gehaald. Die was ik alweer bijna vergeten, want die zat nog onder in het tasje. Hier liggen alle cadeaus die ingepakt moeten worden. De Animal Crossing mok voor Nathalie. Deze mok heb ik voor mijn moeder gekocht en die ga ik dus vullen met deze dropjes. Voor moederdag nog. Voor mijn vader heb ik voor vaderdag dit hemdje. De cadeautjes voor Nathalie gaan in deze tas van Dalmatiërs, want die vond ze heel erg leuk. Dat ik haar had toen ik met haar bij Zeeman was. Dan heb ik hier een sleutelkastje, die moet ik inpakken voor mijn vader en zijn vriendin voor het nieuwe huis nog. Dit verfsetje moet ik inpakken. Deze plantenhanger. De kaart moet ik even schrijven. Die grote kikker moet ingepakt worden, want die heb ik gekocht nog voor mijn moeder als cadeau voor Nathalie. Want die moest nog een cadeau hebben en die kan natuurlijk nu zelf geen cadeautjes gaan halen. Nou, de cadeautjes voor lente moet ik even inpakken. De cadeautjes voor Frank. En voor Nathalie had ik ook nog deze Matte Pro Ink lipstick. Want ze wilde eigenlijk heel graag een lipstick van Rimmel bij de Action. Maar die hadden ze niet, die kleur. Ik dacht, deze is ook wel leuk en is wel handig. Want deze is ook mat en die geeft niet af. Dus ook handig als ze lentekusjes wil geven. En ik heb voor haar nog een nagellakje van het kruidvat in de kleur 230 Marine Girl. Dus dit ga ik nu allemaal even inpakken. Dus ik zal jullie eventjes op het statief zetten. Ik denk alleen wel dat hier misschien even een stukje krant op moet. Dus nou ja, laten we dit maar eens even gaan inpakken. Thank you.
katjes hebben hun eten op. Ik had nog wat was hier hangen. Dat mocht niet in de droger. Dat heb ik even opgeruimd. Wat in de droger kan, doe ik erin. Maar soms shirts met plaatjes of zo die erop gedrukt zijn, vind ik best wel eng. Want ik weet niet of dat goed gaat. Dus die had ik even los opgehangen. En ook mijn broeken. Want ik heb wel eens gehoord dat broeken in de droger nog meer uitlubberen. En mijn broeken zitten al best wel groot. Dus dat heb ik dan even niet gedaan. Dat heb ik even opgeruimd. Ik heb nog wel even lekker gebullet journaled, maar niet heel lang. Ja, het was best wel eventjes. Ik ben best nog een poosje bezig geweest met inpakken. En die kikker, dat was even een karwei. Dus uiteindelijk had ik gewoon papier te weinig. Dus ik heb de kerstpapier omheen gedaan. Dat is ook twee soorten. Maar goed, ik heb alles netjes weggezet. Dat is in ieder geval klaar. Dus dat is wel lekker. Ik merk wel dat ik heel veel spinnen weer in huis heb. Hebben jullie daar ook last van? Ik heb er woensdag al eentje weggehaald. Gistermiddag zag ik er eentje. En toen gisteravond voor het slapen gaan zag ik ook weer zo'n hele grote. Dus het is echt wel weer veel spinnen nu. Maar goed, blijven weghalen als je er niet van houdt zoals ik. Straks om 7 uur is de persconferentie. Ik ben wel benieuwd. Maar het enige wat ik hoop is dat ze zeggen de mondkapjes hoeven niet meer. Daar zou ik al heel blij mee zijn. Want die ben ik wel echt heel zat. Dus dat is het enige puntje waar ik heel erg op hoop. En de rest zie ik wel wat ze zullen vertellen. Ik ga vanavond even Zeeman Confronteert Stalkers terugkijken. Want er is niet zo heel erg veel. En daarna even shownieuws. En ik ga mijn video eventjes in elkaar zetten en mijn blogbericht schrijven, waar ik nog steeds niet de foto's voor heb gemaakt, maar dat kan nog, want het is nog wel even licht. En daarna ga ik de Boltype kijken en verder met Zonstad. Dus dat wordt verder mijn avond, niet heel spectaculair. En ik hoop dus nog steeds dat het gaat regenen, want het zou om 4 uur gaan regenen. Het is 4 uur geweest en er is nog steeds geen regen. Dus dat is een beetje jammer. Dus laat ik hopen dat de buien nog even doorkomen. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. En dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu even niks meer doen. Mijn hoofd verlangt naar een douche. Maar strakjes. Dus even rustig aan. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 19 juni. Ik ben klaargemaakt. En ik heb hier een hele grote doos staan. Zoals jullie kunnen zien. Die doos is niet voor mij trouwens. Nathalie die belde mij gisteren op. Hun wilden heel graag een autostoeltje erbij bestellen voor lente. Want ze hebben nu één stoeltje en die hevelen ze eigenlijk over van de ene naar de andere auto. Dus ze wilden er eentje bij hebben. Alleen hun gingen vandaag een dagje weg. En als ze hem gisteren zou bestellen, zou die vandaag al aankomen. En dan waren ze er niet. En dan kwamen ze dinsdag pas weer terug. En dan is Nathalie niet zo heel vroeg thuis, omdat ze op maandag naar mijn moeder toe gaat om haar te helpen. En dan blijft ze slapen. Dus ze vroeg, mag ik het bij jou laten bezorgen? Ik zeg, ja, is goed. Nou, ze zegt, ze komen tussen 1:30 en 2:30, maar het stond al voor de deur. Dus ik kreeg die doos bijna al niet naar binnen toe, want hij was best wel zwaar. Dus die ga ik zo hier even in de hoek neerzetten als ik heb stofgezogen daar. En dan kan hij hopelijk morgen mee, want hij is nog best wel zwaar. Ik ben een beetje in qua zwaarte, dus. Maar goed, die is aangekomen, dus ze zal blij zijn. Verder kwam ik er ook achter dat ik dus afgelopen donderdag 4 jaar vlogde. 4 jaar geleden ben ik 17 juni ben ik begonnen met vloggen, 2017. Dus ja, dat is nu 4 jaar geleden. Maar ik wist dat het ergens deze periode was, maar ik wist niet precies meer wanneer. Omdat ik... ik wist dat het voor Nathalie haar verjaardag was. Ik ging even mijn allereerste vlog terugkijken en ik schrok toch. Ten eerste, ik had echt nog een heel jong koppie. Ten tweede was mijn stem nog heel jong. Dus ik dacht wel even van, wow, wat verandert er in 4 jaar tijd veel. Toen was ik echt nog wel heel erg jong. Dus dat was wel eventjes een besefmomentje. En ik zag nog even mijn oude huisje. En dacht ik, oh ja, die omgeving was ook wel heel erg mooi. Maar goed, 4 jaar vloggen dus. Ik kreeg net een appje van mijn moeder. Mijn moeder die bezorgt normaal ook gesproken ook de post. Maar nu zit ze natuurlijk thuis. En zij heeft haar eigen wijk. Dus dat betekent dat ze de post bij haarzelf bezorgt. En nu wordt dat dus opgepakt door collega's. En nu had één collega die had haar een bakje kibbeling gebracht. Super lief en super lekker natuurlijk. Ik hou wel van kibbeling. Op zaterdag staat er niet zo ver bij mijn moeder vandaan. Altijd een visboer. En die kreeg dus lekker een bakje kibbeling. Dus nou, lekker.
Gisteravond heb ik eventjes Zeeman Confronteert Stalkers teruggekeken. En ik kende deze aflevering nog niet. Ik voel hem ook vrij heftig. Dus ja, ik was wel onder de indruk van deze aflevering. Ik heb een video in elkaar gezet. Die staat inmiddels online. Een blogbericht geschreven. Toen ben ik de Bold Type gaan kijken. En daarna Zonnestad was ook weer een hele spannende aflevering. Dit seizoen is gewoon echt super spannend. En ook alweer bijna door mijn boek heen. Dus het gaat alweer hard. Maar dit zijn ook boeken die hebben vaak maar een bladzijtje of 175. Dus daar ben je wat sneller doorheen. Ja, en verder ben ik lekker hier aan het luchten. Want ja, het is lekker afgekoeld buiten. En ik hoop dat, ja, nu bij het lekker door. Alleen de slaapkamer wil nog niet echt koel worden. Omdat het niet echt doorwaait. Dus misschien moet de douche door gewoon even openzetten. Dat, ja, net even wat beter doorwaait of zo. Ik weet het niet zo goed. Maar ik vind het heerlijk dat het afgekoeld is. Alleen ze hadden hele hevige buien voorspeld. En hier is niet zo heel veel gevallen. Dus dat vond ik wel jammer. Want ik had wel echt heel veel zin in heel veel regen. Maar dat viel een beetje tegen. Maar goed, wie weet de komende dagen nog. Ik ga zo even stofzuigen. Dan ga ik het pakket even op zijn plek zetten. Ga ik de kwasten wassen. En dan ga ik daarna de foto's maken. Want dat kan ik nu morgen niet doen. Dus dat doe ik dan nu vandaag eventjes. En ja, dat is het dan ook wel. Gelukkig staat verder het meeste al wel klaar. Dus ja, ik zet jullie bij het kwastenwassen er dan wel eventjes bij. En ik kan nu eindelijk mijn apparaat weer gebruiken, want ik heb eindelijk batterij. Dus dat is ook wel fijn. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen. En het pakket even te gaan verschuiven. Zijn weer helemaal schoon. Alleen deze grote kwasten die kunnen niet zo goed in het apparaat. Dus die heb ik even met de hand gedaan. En deze bijvoorbeeld past er ook niet, want die hebben een ronde onderkant. Dus die konden er niet in. Alleen mijn enkelbandje is weer geknapt. Daar baal ik van. Dus die kan ik zo niet zo 1, 2, 3 laten maken. Dus die legt hem even op de slaapkamer neer. Ja, daar heb ik wel echt een beetje te balen van. Dus kijken wat ik daar weer mee ga doen. Maar ik heb spullen gepakt. Ik heb 3 lippenbalsems van Chupa Chup. Dus daar ben ik wel benieuwd naar om die lekker te gaan proberen. Dan heb ik de Sky High Mascara. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Van Maybelline. En ik heb hier het Bliss oogschaduwpalet van de Action. Met deze kleuren erin. Dus die ga ik ook even fotograferen. Maar eerst even wat drinken, want ik heb best wel een beetje een droge mond en dan ga ik even de foto's maken. Dus ja, maar eventjes verder gaan.
De grote doos die heeft inmiddels een plekje achter mij gekregen. Ik ben best wel productief geweest. Ik heb de kwasten dus gewassen, maar dat had ik jullie al laten zien. Toen heb ik de foto's gemaakt en dat ging eigenlijk vrij vlot. Toen heb ik zelfs de groenten al afgehaald voor maandag en dinsdag. Want dat doe ik normaal op zondag, maar morgen gaat dat niet lukken. Dus dat heb ik ook al klaar. Ik heb zelfs de foto's nog kunnen importeren. Ik ben eigenlijk versteld hoeveel ik in korte tijd heb kunnen verzetten. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Maar ik ben helemaal niet meer teruggekomen op de persconferentie van gisteren. Want die was natuurlijk gisteren. Nou, Nederland gaat eigenlijk voor een groot deel natuurlijk weer open. Eigenlijk mag bijna alles weer. Vanaf volgende week zaterdag hoef je eigenlijk geen mondkapje meer op bij de winkels. Nog wel op Schiphol. En er was nog iets, volgens mij in het openbaar vervoer. Daar moet je nog wel een mondkapje dragen, maar eigenlijk hoef je hem niet meer op. Nog wel 1,5 meter, dat is de hoofdregel. Maar ja, je mag ook veel meer mensen thuis ontvangen. Je mag weer met groepen bij elkaar. Dus ja, je mag zelfs weer voetbal gaan samen kijken. Dus wat dat betreft is het weer een hele grote stap vooruit. Ik ben vooral heel erg blij dat het mondkapje niet meer hoeft, want die was ik wel zat. Dus ja, dat was wel positief. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. En genieten van het windje wat hier doorwaait. De woonkamer die wordt nu wel wat koeler. Alleen de slaapkamer nog niet. De woonkamer die zit inmiddels al op 25,5 graden. Dus die is echt al wel lekker gaan zakken. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat ik vanavond even wat ga terugkijken. Want er is eigenlijk niet heel erg veel op televisie. Ik heb gisteren een klein stukje van die Code voor Koppers gekeken, maar ik werd er gewoon misselijk van. Het was met, ze moesten een soort van opereren en dat bloed was hartstikke nep, maar het spoot er allemaal uit. Ik werd er niet echt lekker van. Dus vanavond wordt het gewoon iets terugkijken. Ik ga alvast aan de vlog werken. Ik ga sowieso weer de Bold Type kijken en ook Zonnestad dus. En nog even lekker gamen, dus dat wordt het ook eigenlijk wel niet heel veel bijzonders. Ja, en dan morgen weer op tijd eruit om naar de verjaardag van Nathalie te gaan. Ik weet niet of ik morgen kan vloggen. Ik zal het nog even aan haar vragen of ik mag vloggen. Maar goed, dat zien jullie dan morgen wel. En dat horen jullie morgen wel of ik iets mag vloggen. Ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 20 juni en ik ben klaargemaakt. En Nathalie is vandaag jarig. Zo, moeilijk. Dus gefeliciteerd Nathalie, maar ik zie je straks. Ik ga er straks dus heen. Ik heb ook even gevraagd aan Nathalie of ik mocht vloggen. En dat mag zolang Lente niet in beeld komt. Dus dat is wel leuk. En daar zorgen we natuurlijk gewoon voor dat Lente niet in beeld komt. Ik heb hier nog even lekker de boel openstaan, want het is zo lekker afgekoeld nu. Dus als ik straks wegga, dan doet de boel natuurlijk dicht. Maar ik vond het voor nu nog wel eventjes lekker. Ik moet zo even de cadeautjes naar beneden halen en ook even schoenen. En dan even de laatste dingetjes pakken en dan ben ik klaar. Dan kan ik eerst daarvoor nog even stofzuigen en de kattenbak scheppen. Dus dat is even de planning. Ik heb gisteravond eventjes nog een Flikker Maastricht gekeken die ik nog op de opname had staan. Het was op België en een paar weken terug heb ik een keer opgenomen. Want ik dacht, ja weet je, er is nu niet zoveel. Dat had ik eigenlijk nog niet teruggekeken. Dus ik dacht, nou ja, kan ik dat nu mooi even doen. Aangezien de programma's die op televisie zijn me niet heel veel interesseren, dacht ik, nou dat is wel een goed idee. Ik heb mijn vlog al voor het grootste gedeelte weer klaar. Ik heb zelf nog wat foto's kunnen bewerken. Ik heb nog even lekker geswitcht. Dus al met al was het wel eigenlijk een prima avondje. Ik heb de Bold Type gekeken en daarna weer Zonnestad. En wederom weer een superspannende aflevering. Dus ja, ik zat wel goed. Ik heb mijn boek uitgelezen, dus ik kan vanavond in een nieuwe beginnen. Ik heb het nieuwe boek van A.L. James. Dat is de schrijfster van de 50 Tinten boeken. Die heeft nu een boek uitgebracht. Volgens mij heet dat Vrij. En die heb ik binnen, dus misschien dat ik daar wel in ga beginnen vanavond. Maar dan moet ik nog even kijken. Het heeft gisteravond nog even flink geonweerd hier. Het begon heel hard te regenen. Toen kwamen er ook wat lichtflitsen. Voor een muis niet zo leuk. Ik ben zelf gelukkig niet bang voor onweer, maar ik snapte wel dat muis het niet zo leuk vond. Dus
dat was het eigenlijk. Ik ga het nu eventjes de boel hier even gauw doen. Ga ik de spullen naar beneden halen. Na te vroeg of ik nog even de switch voor de zekerheid mee wilde nemen. Dus die neem ik even mee. En ik moet even mijn harde schijf meenemen, want ik moet even Word bij haar installeren. En dan gaan we dat even doen. Ik heb eventjes voor de vorm even een lakje opgedaan, een kleurtje. Dat is zo'n setje van Miki. En ik heb dit kleurtje er even opgedaan. En vanavond, het zal aan het einde van de dag toch wel aardig lelijk zijn. Want ik heb gisteren, was er ook nog een nagel afgebroken. Deze. En daar is de lak ook alweer een beetje van af. Die brak af toen ik in bed lag. Dus die heb ik nog even geveld. Maar goed, die vanavond gaat er sowieso een hele andere kleur op. Dus ach, weet je, dan sta ik niet met van die lelijke afgebladderde nagels op die verjaardag. Maar goed, ik ga het eventjes de spullen pakken en de dingetjes doen. En dan gaan we straks richting de verjaardag. Nou, kijk eens even hoe handig. Dat kratje was mijn vader een poosje geleden vergeten. Die hadden we gebruikt met toen we zijn wezen winkelen. Toen ik de switch en zo had gehaald. Toen hadden we nog gefilterd. Toen hadden we deze krat hadden we het ingedaan, maar die waren ze vergeten. Dus nu komt die mooi van pas, want alle cadeaus passen er mooi in. Dus top. Ik heb nieuwe schoentjes gepakt. Die zal ik zo even aantrekken. Maar ze zijn er nog niet. Dus ik kan nog wel even wachten. Dus ik heb de boel stof gezogen al. Kattenbakken zijn geschept. Dus kan ik mooi zo nog even wat drinken. En dan ga ik wachten tot ze er zijn. Dus ik neem jullie weer mee. Is dit misschien geen geurcamera? Nee, ik heb er Ja, mag ik? Ja, ik heb geen geurcamera. Nieuw, kijken. Oh, kijk hoe leuk! Wat is dat? Dit is een kikker, maar... Ja, een kikker? Voor de tuin. Voor de tuin. Oh, dat is gaaf. Kan die bij je bloemetjes die je gezaaid hebt? Ja, die zijn net opgekomen. Ja, echt? Ja. Een van de weinig bloemetjes is uitgekomen. Ja, die is ook al verbaasd dat het uitkomt. Ja, het is Ik had niet genoeg inpakpapier, dus ik denk het moet maar kerst worden. Ja, ach ja. Dat geeft hem. Staat er goed. Sinds al 15 jaar. Heel leuk. Ja, heel leuk. Ik zeg alleen nou, moet je niet doen met lijntje. Je mag. Die had ze nog over van de zwemmen. Ja, waren jullie vanmorgen teruggekomen, maar gisteren. Gisteren waren we eens eten. Oh, lekker. Oh, we kunnen een spelletje doen. En ik ga van je winnen, want je snapt het nog steeds niet. Dat meen je niet. Je hebt niet wel gespeeld. Twitch, dat hebben we heel vaak bij Lea en mijn vader gedaan. Ja. Met die dubbelstenertje. Ja. Hij zegt, oh ja, dan mag ik die twee en dan nog die twee. Oh ja, twee. Ja, die, ja. Dat is beter. Dankjewel. Dit is een fruitella, Riep. Ja. Ja, nou, nee, jammer, dat je het nou, jammer dat je het nou weer raakt. Nee, de dekstroom is breder. Oh. Oeh. Cool. Mooi kleur, ja. Liquid lipstick. Die droog mat op, toch? Ja, en die geeft dus niet af. Dus als je lente kusjes geeft, zit ze er niet onder. Oh, super veel. Of vijf van mij natuurlijk. Lente hadden we het over. Hebben we niet Hij geeft niet af. Heel mooi, dankjewel. Ja, ik wil helemaal afgaan. Jette, ze heeft zelf op handen en cadeau gelachen. Ja, ik weet wat ze wat hebben inderdaad. Dus stay op en hoe heet dat met de andere? Met Heden. Ja, nee, dat vond ik niet grappig. Daar moest ik heel lachen. Nee. Ik snap nog steeds niet. Dat jij lacht. Ik snap nog steeds niet dat jij lacht om Seop. Die heeft, dat als je dat duizend keer ziet, is toch klaar? Die gaat helemaal in de scheur. Oh, echt? Vlinder. Ja, ik heb er ook een paar. Hele, echt hele. Kom mijn telefoon kan aan. Zag ik paas en moest ik het bij die andere trein over Ja, misschien ook wel. Dus ik denk, doe ik die wel daarom. Draadloos opladen. Ja. Thank you.
Gefeliciteerd, zeg je dan. Dank je. Wat zeg je dan? Oeh, yes. En ze leven nog lang en gelukkig. Dit is het derde deel van het sprookjesboek van de echte. En wie leven er nog lang en gelukkig ja, dan? Nou, elk sprookje is bijna over. Die andere twee dus ook al? Ja. Oké. Okay. Ik wist niet dat het in zoveel delen was. Ja, dat wist ik ook niet. Ik kwam er toevallig tegen. Heel snel het gewoon uitgegeven. Okay. Bij, nee, maar deze is nog niet zo heel lang uit. Heb je die andere dan ook in de Efteling echt gekocht? Ja. En je staat bij ons ook wel bij jou op de kamer? Allebei. Op de, allebei. Ja. Dit is die waar jij zo enthousiast over bent, toch? Klopt. Die blijven best wel goed zitten, omdat jij het had over dat chippen. Oké, ik ga het proberen. Niet nu, maar... Waarschijnlijk als je nagelverlenging hebt. Ja, dat zou ook kunnen. Of gewoon eerder. Leuk, kan dankjewel. Ook. Asje. Ik kan het niet aan. Nee, ik kan het wel. Nee, dat is maar wel gezegd, ja. Er nog kijk, schat. En koektrommel. Oh, ben ik benieuwd of de koekjes er vers in blijven. Moet je het even laten weten, want ik ben ook echt op zoek. Ik ben ook echt nog op zoek naar een goede koektrommel, maar... Ja, jij hebt het nodig. Kijk, bij ons blijven de koekjes er niet heel lang, zeg maar, in leven. Nee, precies. Nou, dat is nou koeken in de Jepianke-trommel gedaan, volgens mij, hè? Dus, die mokka-koekjes, ja. Oh ja. Die waarschijnlijk daarna helemaal gesmolten waren. Heel snel. Ik ga dit niet. Dat is een buitenje. Oh, ja. Nee. Leuk, dankjewel. Hé, hey, zeker leuk. Met een haar. Ja. Dankjewel. Dat is bekend. Hé, bekende. Oh, leuk. Is dat een goeie? Ja, zeker. Kijk, Lente. Kom maar weer schilderen. Joe, nog een vlinder. Gelijk op zijn stokje. Vlieg, vlieg, vlieg. Ja, wie staat het erop? Oh, leuk. Nee. Wauw. Wat is het? Wat is dit? Ja? Dit is waterverf, maar allemaal natuurkleuren. Oh, laat eens zien. Kijk. Oh, dat is wel handig. Oh, ja. Dat is mooi. En nu is het perceel. En dan kan je, als er eentje op is, kan je ze weer loskopen. En dan kan je dus weer aanvoelen. Ja, dat is goed, ja. Ik heb ook nog één cadeautje voor je. Wil je die ook? Dat mag. Zeker. Nou nee, die wil ik niet. Neem niet meer mee naar huis. Nee, maar niet meer naar huis, die wil ik niet. Dankjewel. Nee, braak. En we hebben een auto. Mag ik hier een van uitkiezen? Was dat je cadeau? Schat, we kunnen kiezen uit Opel Corsa, een Volkswagen, maar die doen we sowieso niet. Oh, dat is echt een Volkswagen. Dat is namelijk niet met een Volkswagen. Nee, dat is alles. Oh, super cool! Echt. Animal Crossing. Oh, cool. Dankjewel. En... Ah, oh, lief, dankjewel. Zo, inmiddels ben ik weer thuis. Het is 5:50. Dus ga ik zo meteen even douchen. Was heel gezellig, maar nu voel ik me wel weer een beetje eenzaam. Nu ik dan weer thuis op de bank zit. Maar goed, het zij zo. Straks even wat eten. Ik hoef niet heel veel te eten, want ik heb al wel wat dingen gegeten. Ook bij Nathalie. En ja, het was gewoon een hele gezellige middag. Ik hoop dat ze een leuke verjaardag heeft gehad. Maar ik had nog wat dingen gehad. Ik had allereerst een KitKat-reep gekregen. Dit is die Double Chocolate. Daar was ik heel benieuwd naar. Dat is met van die soort zebra-effect zit erop, zeg maar.
Mijn moeder had ook nog deze meegegeven. Het zijn van die, het is een namaak van de Lenore Unstoppables. Maar dat zijn dus van die bolletjes. En die kun je dan in de was doen. Dat is ook wel heel lekker. Bijvoorbeeld in je handdoeken. Daar doe ik nooit wasverzachter in, want dan nemen ze minder vocht op. En dit is de Floral Burst. Die zit voor 16 wasbeurten in en hieronder zie je dan de balletjes. Dus die had ik. En ik had van mijn moeder droger ballen gekregen. Want ik leek mij heel fijn om die in de droger te doen bij de was. Dus die had ik ook gekregen. Dan had ik nog een cadeautje gekregen voor het helpen met het verhuizen. Dus ik heb dit spelletje gekregen voor de Switch Boerderijleven. En hier zit dan geen kaartje in, maar dat is een downloadbare code. Dus daar zou Nathalie nog even bij helpen. Dus die. Dat is wel leuk uit, een beetje landlevenachtig. En ze hadden nog wel een cadeautje meegenomen uit Texel, want daar waren ze geweest. Dan kreeg ik dit schattige schaapje. Die kun je dus ook leuk ophangen. En die doet dus... Doe je het? Oh! Die maakt dus geluid. Dat is wel super leuk. Dus ja, verder wel heel leuk. Lente voor mijn nagels, super interessant. Die had steeds mijn hand vast. Die zat naar mijn nagels te kijken van, hé, dat is toch wel leuk, die kleur. Dus ik zei al, als je groot bent, kan je nagels lakken bij tante. Dus ja, ik ga zo even douchen en dan straks even wat eten. Dan ga ik nog even met mijn moeder bellen. En ik denk vanavond even Flikker Rotterdam kijken. Dus zijn ze weer aan het herhalen. Dat vind ik wel fijn, want als er dan een nieuw seizoen begint, dan weet ik weer een beetje hoe het oude seizoen eindigde. En dan ga ik vanavond even foto's bewerken. En de Boltype kijken, ga ik verder met Papa Dag, dus dat is het ook. En dus vanavond in een nieuw boek beginnen, dus dat wordt verder de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga even lekker douchen. En zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 21 juni. Ik ben klaargemaakt en het is officieel zomer. Nou, is daar buiten heel weinig van te merken, want het is lekker regenachtig. Ja, ik heb hier heel erg op zitten wachten, want ik was die hoge temperaturen alweer heel erg zat. Komt ook, ik heb een bovenwoning en ja, die wordt gewoon heel snel heel warm. Ik heb op een gegeven moment hier de 28 graden aan zien tikken. En ik dacht, oh, hoe krijg ik het koel? Hoe krijg ik het koel? Ja, en elke keer wel luchten, maar dat werkte niet. Dus ik heb nu wel het raam hier in de woonkamer openstaan. Zodat de warmte er toch nog een beetje uit kan. En op de slaapkamer ook, want die was ook heel warm. Ik heb wel de keukendeur nu dicht zitten. Want omdat het regent, wordt mijn rolgordijntje anders heel erg nat. En dat vind ik niet nodig. Dus die heb ik wel dicht zitten. Dus dat, ik heb net eventjes het spelletje geïnstalleerd die ik had gekregen voor de Switch. Nathalie heeft er even bij geholpen. En die is dus nu inmiddels wel geïnstalleerd, dus die kan ik vanavond lekker spelen. Dus wel zin in. Ik heb gisteravond even mijn nagels gedaan. Dit blauwe kleurtje, die is ook uit die kruidvatlijn. Dat is deze, die had ik dan ook voor Nathalie gekocht. En dit is dan de kleur 230. Zie ik dat goed? Ja. Marine Girl. Dus die heb ik even aangebracht. Dat paarse was gewoon even puur dat er wat op zat. Maar je zag toch wel weer wat lichte vlekken erdoorheen. Dus ik dacht, nou, ik ga toch zondagavond mijn nagels goed doen. Dus nou, prima. Ik heb ook wel lekker geslapen. Ik was best wel heel erg moe van gisteren. Het was echt super gezellig. Maar ik was best wel moe. Nathalie heeft een hele leuke dag gehad. Dat appte ze later ook nog dat ze zo blij was met de cadeaus. En dat is super leuk. Ik heb gisteravond nog even met mijn moeder gebeld, want ik voelde me natuurlijk een beetje eenzaam toen ik thuis kwam, maar meestal eventjes na een gesprekje, dan gaat het al wel weer beter, dus dat was ook wel even leuk. Ik heb wel even lekker gegeten nog, ik heb Flikker Rotterdam ben ik eventjes terug gaan kijken, want dat zenden ze dan nu weer uit. Toen ben ik eigenlijk ook de foto's gaan bewerken, ik moet nog even een nieuwe maken. En jongens, toen ben ik al een deel van mijn artikel gaan schrijven en nu ga ik straks, toen ben ik, wacht even, toen ben ik de Boltype gaan kijken en daarna Papa Dag. En ja, dat is echt wel een hele leuke serie, ik vond het wel heel leuk.
Ik ben ook in mijn nieuwe boek begonnen en ik zei gisteren dat boek van A.L. James. Ik dacht eigenlijk dat het een hele nieuwe reeks was. Dat is niet zo. Dit boek heet dan Vrij en dit is een deel wat wordt dan, het 50 tint verhaal wordt dan eigenlijk verteld, maar dan door de ogen van Christian Grey. En ik heb daar twee eerdere boeken ook al van gelezen. De eerste heette Grey en de andere heette Donkerder. Dus nu ben ik met Vrij bezig. Dus ben ik nu net in begonnen. Daar ben ik wel even zoek mee, want het is echt een heel dik boek, want die heeft 662 bladzijden. Dus daar ben ik voorlopig wel even zoet mee. Maar ik dacht dus dat het een hele nieuwe reeks was, maar dat was dus niet zo. Goed, ik ga het nu eventjes stofzuigende kattenbakken scheppen. Dan ga ik eerst eventjes de video opnemen, want dan is dat ook klaar. Daar heb ik wel zin in, dan kan ik dat ook weer lekker opruimen. Dus ja, tijd om eventjes wat te gaan doen. En dan zet ik jullie bij het bullet journal er nog eventjes bij straks. Zo, hier ben ik weer helemaal rond. De katten hebben net gegeten. Ik heb lekker even getekend. Ik heb de eerste blad van de Doodles is klaar. Die zit al in de map, dus dat is fijn. Ik moest een Amerikaanse caravan tekenen. Nou zie ik niet het verschil tussen een Amerikaanse caravan of een Hollandse caravan. Dus ik heb er maar de Amerikaanse vlag op getekend. Ik wist het anders niet. Maar ik had volgens mij nog niet verteld. Mijn moeder had, voordat zij gevallen is, had zij... stofzuigerzakken voor mij gehaald. Misschien heb ik het een paar weken geleden wel verteld, maar ik twijfel een beetje. Alleen, toen hadden ze dus gisteren die zakken meegenomen en die heb ik even gepast. Die passen helaas niet. Dus er zijn geen zakken meer te koop voor deze stofzuiger. Het is ook echt een hele oude. Omdat mijn eigen stofzuiger natuurlijk kapot is. Dus dat wordt met de tijd dan toch een nieuwe kopen. Want hier zit zeg maar een karton filtertje op. En nu is dit was plastic, maar hij past er niet in. Dus dat was een beetje jammer. Dus ik hoop voor mijn moeder dat ze eigenlijk in haar eigen stofzuiger nog passen. Ja, het is nu natuurlijk een beetje lastig met ruilen. Dan moet ze dat Nathalie weer vragen. En die doet natuurlijk al superveel. Dus ik hoop ergens dat dat goed komt. Maar goed, ik ga zo nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen, eten koken en klaarzitten voor Oranje. Want Oranje speelt natuurlijk weer. Dan ga ik... Ik moet nog even één nieuwe foto maken. Omdat ik al vanavond ga ik voor je tijden kijken. Er stond wel dat Help Mijn Man Is Klussen kwam. Dus ik weet het niet. Moet ik even kijken of het wel een nieuwe is nog. Dan ga ik even mijn artikel schrijven. Even de laatste hand leggen aan het artikel van morgen. En dan ga ik de Boltijd kijken en verder met Papa Dag. En ik ga mijn nieuwe spel natuurlijk uitproberen. Dus dat wordt verder de avond niet heel bijzonder. Maar ik heb wel zin weer in Oranje. Ik hoop dat we weer gaan winnen. Ik heb wel zin weer in een potje voetbal. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Want ja, ik ben best wel zat, merk ik. Ik heb dus het raam in de slaapkamer nu ook niet gedaan. Het was al lekker aan het koelen nu. Dus ik vind het wel goed. Hier blijft het raam ook niet super lang open. Maar goed. Ik ga even lekker relaxen, dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 22 juni. Ik ben klaargemaakt en ik kom net de slaapkamer op en er zit gewoon weer een spin. Dus die heb ik al even verwijderd. Brrr.
zo naar. En ik ga zo meteen eventjes de boel doen. De katten bakken, de gang, de douche. Het is de week dat alles weer grondig moet. Dus gaan we hem even lekker doen. Het is gelukkig een stuk koeler. Ik heb nu ook geen ventilator aan. Ik heb het raam dicht zitten, want ik heb gewoon kippenvel. Dus ik zou bijna zeggen, de lange mouwen kunnen weer uit de kast. Maar goed, ik ga even een wasje aanzetten en dan gewoon even de dingen doen. Dus ik ga even kijken waar ik jullie bij kan zetten deze keer. Ik heb gisteravond even lekker mijn nieuwe Switch-spel gespeeld. Was echt heel leuk. Moet alleen even een beetje inkomen, omdat ik nu heel erg gewend ben hoe alles werkt bij Animal Crossing. En bij dit spelletje is het allemaal net even wat anders. Maar het was wel heel leuk. Ik heb in ieder geval een begin gemaakt. Ik heb Help Mijn Man is Klussen gekeken. Ik dacht eigenlijk dat het niet meer zou komen, maar het kwam dus nog wel. Dus dat had ik gekeken. Uiteraard, om 6 uur zat ik klaar voor oranje. Ik zat weer in mijn oranje outfit. En het heeft geholpen, want we hebben weer gewonnen. Ik vond het weer een mooie wedstrijd. Ik heb er weer van genoten. Dus op naar zondag. Ik heb mijn foto's... ik moest even 1 foto nog bewerken. Dus ik heb 2 artikelen geschreven. Die van gisteren en die van vandaag. Dus die staan beide al online. En toen ben ik lekker... de bold type gaan kijken en daarna papa dag. En ik zat hier op de bank en dan zit ik echt zo te lachen omdat ik het echt heel grappig vind. Dus dat was verder wel lekker. Dus ja, verder ook niet heel veel te melden, want er is niet heel veel gebeurd in de tijd dat ik jullie niet heb gezien. Dus eigenlijk is het allemaal wel redelijk lekker. Ik ga eventjes een muziekje aanzetten en dan ga ik maar eens eventjes wat doen. Want des te eerder ben ik ook weer klaar. Dus ik ga even kijken waar ik jullie bij kan zetten. Oh, mijn oorbelgaatje is volgens mij weer ontstoken. Ik heb zondagavond kreeg ik heel erg last van. Toen heb ik de oorbellen eruit gehaald. Nu zit er dus zo'n korstje op die heel erg zeer doet. Je moet er van afblijven, maar je hebt heel erg de neiging om eraan te zitten. Maar het voelt niet heel lekker aan. Dus die moet ik even goed gaan schoonmaken. En hopelijk dat het weer even wat beter geneest. Want het doet echt wel heel erg zeer. Dus ja, in de buitenste oorgaatje doe ik nu even geen oorbel. Omdat er dus nu een korstje voor zit die best wel pijnlijk is. Ik ben weer klaar. Ja, ik vond het wel even zwaar. Ik vond hem even pittig. Ik kreeg het op een gegeven moment toch best wel weer warm. Dus toch de ramen weer even opengeknald. Maar het is in ieder geval allemaal weer klaar. Dus dat is wel lekker. Schone kattenbakken. Ze hebben schone bakjes. Vers water krijgen ze elke dag. Dus nou ook weer schone drinkbakjes. De douche is helemaal klaar. Ik had echt het laatste lesje gloord. Dus ik heb echt heel, heel langzaam gedaan. Maar dat is nu ook verder klaar. Dus die moet ik donderdag weer even halen. Ook deze lak, die chip toch weer wat sneller dan de andere kleurtjes. Dus die donkere kleurtjes, ik weet het niet. Goed, ik heb er nog een paar. Dus we gaan het wel zien hoe de andere lakjes zullen zijn. Ik heb even de deur dichtgetrokken, want de was was al klaar. Die heb ik al in de droger zitten. En ik heb die droge ballen erin gestopt die ik van mijn moeder had gehad. Toen wordt je was zo lekker luchtig van. Dus ik ben heel benieuwd. Dus die staat nu ook aan. En... dan heb ik nu nog een bak met gekleurde was en met zwarte was. Dus dat komt ook wel weer goed van de week. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan lekker eten maken. Vanavond kijk ik maar even gestalkt, want er is verder niet zoveel. Ik ga de vlog afmaken. Ik ga mijn foto's bewerken. Daarna ga ik weer lekker naar de bold type kijken en papa dag. Dus dat wordt verder ook de avond niet heel spectaculair of zo. Maar
zo raar dat je hem dan toch ineens gaat voelen. Ik merk gewoon dat ik gewoon de laatste dagen wat vermoeider ben. Maar ik ben in ieder geval echt heel erg blij dat het weer nu zo veel gekoeld is. Ik zal eens even kijken. Oh, mijn telefoonhoesje is vies, jongens. Het is nu 17 graden. Ja, de temperaturen lopen straks wel weer iets op. Nu moet ik echt even een doekje overheen halen. Hij is echt heel vies. Dus dat moet ik ook nog even doen. Maar goed, ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten, want ik ga verder toch niks meer doen. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Als je nieuw bent op mijn kanaal en je zou het leuk vinden om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren. Er staat een rondje met mijn gezicht in beeld, daar kun je op klikken. Of op mijn kanaal zelf, daar kan je ook op klikken. En dan krijg je een rode button te zien. Daarnaast staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding van zodra er een nieuwe video online staat. En we zitten inmiddels op 380, dus ik ben heel erg trots dat ik alweer zover ben gekomen dit jaar qua abonnees. Dus iedereen bedankt die altijd zo lief kijkt en reageert. Ik vind het heel erg leuk. Vond je deze video leuk? Misschien vind je het even leuk om een duimpje omhoog te doen, zou ik wel leuk vinden. Dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!